Wat als je al klaar bent met de basisschool, maar nog niet klaar bent voor de middelbare school? Hoe werkt dat dan? Op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen hebben ze daar een oplossing voor gevonden. Het intermezzojaar. Het intermezzojaar is een jaar voor kinderen die op de basisschool bijvoorbeeld een groep hebben overgeslagen. En die niks meer kunnen leren op de basisschool eigenlijk. Maar die nog niet helemaal klaar zijn voor de middelbare. Die komen dan met intermezzo in één klas. En daar krijg je dan allemaal dingen die je nog niet op de middelbare gaat krijgen, maar wat wel uitdagend is. De kinderen hebben voor dit jaar gekozen omdat de basisschool niets meer te bieden had. Ik had op mijn oude school had ik een juffrouw die ik geen vragen mocht stellen. En ik moest op de gang omdat ik altijd het antwoord wist. En ik mocht dus geen vragen stellen, want ze kon het antwoord er niet op weten. Waarom ik voor het intermezzojaar heb gekozen is omdat ik op de basisschool een hele moeilijke tijd had. Ik viel eigenlijk overal buiten en het was zo alleen en het was makkelijk. En ik dacht, intermezzo is misschien wel iets waardoor ik toch nog een jaartje heb waarbij ik kan leren hoe het is op de middelbare school. Dit intermezzojaar is erg belangrijk voor leerlingen. Dat zegt Monique Stienstra, de initiatiefneemster van dit project. De aanleiding was eigenlijk voor mij in de privésfeer. Ik had het al wel eerder bedacht, maar ik had een zoontje dat had een klas overgeslagen en was laat in het jaar jarig. En die ging eigenlijk over met 7 jaar naar groep 6, 7, 8. En dat wilden we niet. Wij zaten vooruit te denken van dan kom je straks met 10 op de basisschool. Dan zit je misschien met je 16 op een kamertje in Groningen. Hoe kunnen we hier iets aan doen? En toen hebben we voor hem een Leonardo school gezocht. Dus hij is gewoon met zijn leeftijdsgenoten weer verder gegaan. Maar er zijn zoveel meer kinderen waar dat voor geldt. Dat ik met schoolleiding ben gaan praten van kunnen we hier iets mee? Nou, toen bleek dat het samenwerkingsverband voor passend onderwijs eigenlijk tegelijk voor deze doelgroep iets aan het zoeken was. Dus dat kwam samen. We hebben een subsidie aangevraagd bij het lerarenontwikkelfonds en gekregen om dit te ontwikkelen. En toen is het heel snel gegaan. In een paar maanden tijd is het opgezet. De vakken zijn wel anders dan op de middelbare school. We krijgen bijvoorbeeld vakken die je wel op de middelbare krijgt, maar daar krijgen we dan andere dingen van. Na dit jaar moeten de leerlingen nog kiezen naar welke school ze willen gaan. Dat weet ik dus nog niet echt, want ik zit te twijfelen tussen het gymnasium en het NSG. Voor de kinderen die nog wel last hebben van keuzestress, hebben deze leerlingen nog wel wat tips. Ik zou zeggen, niet gaan voor vriendjes en vriendinnetjes, want die maak je zelf wel op de school. Ik zou gaan voor de school die goed bij je past. En ook al moet je daar lang voor reizen, het is het eigenlijk wel waard.